Oké, wat gaan we doen? Dat is jammer. Oké, nog een keer. Wat gaan we doen? Ja. Hallo, ik ben Eelco Overman van het Practoraat Mediawijsheid en ik wil jullie iets vertellen over Wheel Decide. Wheel Decide is een website, wheeldecide.com. En op die website zie je een rad van fortuin. Hier staan twee keuzes, maar je kunt hem vullen met zoveel keuzes als je wilt. En het is daarom een tool om keuzes te maken. Bijvoorbeeld, wat gaan we vandaag doen in de les? Daarvoor zou je het kunnen gebruiken. Je klikt op het rad van fortuin, er zit een leuk geluidje bij. En er wordt voor jou gekozen in de les Nederlands oefenen met spreken. Je zou hem ook kunnen gebruiken voor wie is er aan de beurt. Dus je kunt zelf de keuzes van het Rad van Fortuin instellen. Je klikt hier op de knop Modify Wheel. Dus in dit geval, wie krijgt de beurt? Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn Jantje, Pietje. Voorlopig even voldoende. Wat hier natuurlijk handig is, is als iemand die de beurt heeft gehad, dat hij niet nog een keer aan de beurt komt. En dat kun je instellen bij Advanced Options hieronder. Dus Remove Choice after it is landed on. Je kunt ook nog de kleuren instellen en je kunt instellen hoe lang die blijft draaien, hoe groot het wiel is. Al die instellingen, die worden dan vervolgens bewaard. Onder deze knop Apply Wheel Changes en je ziet ze dan terugkomen, dat is makkelijk in de URL, dus in het internetadres. Dus dit internetadres kun je dan meteen bewaren als bladwijzer in Google Chrome bijvoorbeeld, of als bookmark of als favoriet. En zo vind je het makkelijk terug. Dus we klikken nu op het wiel. Wie komt er aan de beurt? En dat is Freddy. Freddy moet nu verdwijnen. Je ziet het al, er zijn nog vijf keuzes over. Na Freddy komt Pietje. En Pietje verdwijnt, er zijn nog vier keuzes over. Lijkt me duidelijk. Heel veel plezier hiermee. Het is een leuke toevoeging, kan het zijn aan je les.